Hier in Amsterdam-Zuid vinden de opnames plaats van Alleen maar nette mensen. Een nieuwe Nederlandse speelfilm met Geza Wijs in de hoofdrol. Maar waar gaat de film nou eigenlijk over? Heb ik een dikke kont in deze schoenen? Nee, je hebt geen dikke kont in deze schoenen. Hoe lang zijn jullie al samen? 7 jaar en 3 maanden. Het boek gaat over inderdaad alleen een Joodse familie die in Amsterdam-Zuid woont. En wiens zoon naar de oordeel van de ouders verkeerde keuzes maakt in vrienden en vriendinnen. De jongen die ziet er, ondanks dat hij Joods ziet, er enorm uit als een Marokkaan. En daar heeft hij enorme problemen mee, want hij wordt altijd voor Marokkaan versleten. Maar die jongen heeft nog groter problemen. Dat is dat hij valt op hele dikke negerinnen. En hoe zwarter, hoe beter. En die vindt hij in de Bijlmer. En dan wordt hij verliefd op een meisje, of zeg maar een dame. En dan komt hij, dat is de scène die we vandaag gedaan hebben, dan komt hij met die dame thuis op het feestje van zijn moeder. En ze valt niet zo in de smaak. Ik ben in love. In love? Op wie, als ik vragen mag? Rwanda. Rwanda, is dat een Hollandse naam? Je ziet er bling bling uit. Probeer het niet hoor, met je bling. Ze is 23 en ze heeft 2 kinderen. Nou, vandaag is eigenlijk voor het eerst dat Rwanda wordt geïntroduceerd in de familie. En dat gaat niet vlekkeloos. Dus we zien een geheel blank Joods gezelschap waar ineens een prachtige, voluptueuze, zwarte vrouw binnenkomt. Dat is Rwanda. Die is naar huis genegeerd. Nog bedankt, hè. Ik heb toch met haar gepraat. Je hebt gevraagd wat haar vader doet. Jullie hebben wat goed te maken. En bijvoorbeeld Geza, die is in Nederland up and coming. Geef je hem ook tips? Heel af en toe, dan neem ik hem wel apart en zeg ik, misschien kan je beter dat of dat doen. En dat neemt hij ook dan wel aan en dan doet hij dat ook heel zoet. Maar daar moet ik me niet mee bemoeien. Dat is de regisseur die het moet doen. En hij vindt zijn weg wel, daar ben ik helemaal niet bang voor. Het boek deed nogal stof opwaaien. Hè? Dat heel veel zwarte vrouwen voelden zich ook beledigd. Of vonden dat het karikaturaal was hoe het boek beschreven werd. En dat alleen maar zwarte vrouwen alleen maar hele grote dikke billen en dikke borsten hebben. Verder niks. Ja, ik vind dat onzin. Het is een film en het is fictie. En in fictie kan alles. Alleen maar nette mensen!